in de tijd dat de rechters het volk Israël leiden, breekt er een hongersnood uit in het land. Een man trekt daarom met zijn vrouw en 2 zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man is Elimelech. Dat betekent, mijn God is koning. Als hij in Moab is aangekomen, blijft hij daar als vreemdeling wonen met Naomi, zijn vrouw, en zijn 2 zonen Machlon en Chilion. Na enige tijd sterft Elimelech en zijn vrouw Naomi blijft achter met haar 2 zonen. Zij trouwen allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene is Orpa, die van de andere Ruth. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hebben, sterven ook Machlon en Chilion. Zo blijft Naomi alleen achter, zonder haar 2 zonen en zonder haar man. Als Naomi hoort, daar in Moab, dat de Heere zich het lot van zijn volk heeft aangetrokken en dat het weer te eten heeft, besluit ze om Moab te verlaten en terug te keren naar Bethlehem. Samen met haar schoondochters verlaat ze de plaats waar ze gewoond heeft. Eenmaal onderweg zegt Naomi: Naomi ziet dat Ruth vastbesloten is om met haar mee te gaan en dringt niet langer aan. Zo gaan zij samen verder. Hun aankomst in Bethlehem baart veel opzien. Als een lopend vuurtje gaat het door de stad. Zo komen ze samen uit Moab. Naomi en haar schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze komen in Bethlehem aan op een goed moment, bij het begin van de gerstenoogst.